Als je snel een vriend naar huis wil brengen omdat zijn vader onwel is geworden, is het niet de bedoeling dat je daarbij alle verkeersregels aan je laars lapt. Want wanneer je in alle haast medeweggebruikers van de weg afrijdt en vol door rood gaat, breng je anderen in gevaar. Deze SEAT-bestuurder negeert vervolgens ook het stopteken dat de Utrechtse surveillanten hem geven, zoals ze zien in Veenendaal op de Nieuwe Weg Noord. Surveillanten Patrick en Jeroen naderen een verkeerslicht. De zwarte SEAT Ibiza naast hen remt in eerste instantie, maar rijdt vervolgens vol door rood. Hij ging gewoon de rood, hè? Hij pakte net ook al verkeerde voorstuurvak. Hij komt achter ons, drukt hem zo voor die andere auto. Hoe gaan, joh? Smak. Zo! Dat is twee, hè? Ja, ja. En de AMG, hoor. Ja, ja. Want de bestuurder maakt de ene na de andere overtreding. Ja, gaan we maar langs. Ja, hij heeft het gezien. Allebei zitten te kijken, allemaal zitten te kijken. Ja. Maar deze bestuurder heeft blijkbaar geen zin om te stoppen bij het tankstation en rijdt gewoon verder. De Utrechtse surveillanten volgen. Maar hij weet al hoe het werkt namelijk. Wat gaat hij doen? Op de drie masten rijden we achter de framework. 6-4. Die negeert stopteken. De bestuurder heeft zijn eindbestemming bereikt en meldt gelijk waarom hij het nodig vond om zo onverantwoord te rijden. Ik wil wel even je rijbewijs hebben. Ja, wij hebben zelf de ambulance gebeld. Je mag vragen. Ja, okay. Zijn vader is boven de 90 jaar. Snap ik, maar ik wil wel even je rijbewijs. Ik kan er binnenkomen. Mijn vader mag alles zien. De ambulance is hier aan. Daarom zou ik het zeggen, want we waren al bijna. Zijn vader ligt... Ga jij maar naar je vader toe, dan ga ik het met hem regelen. Ja, ik weet. Nou, dan mag gewoon naar binnen lopen en zitten. Hij zegt alsjeblieft mijn vader. Nee, oké. Okay. Maar je krijgt wel bekeuringen voor je rijgedrag. Ik snap dat het heel vervelend is. Maar je komt aanrijden al vanaf de snelweg. Dan douw je hem echt letterlijk en figuurlijk tussen twee auto's in, achter ons. Dan rij je dus bijna iemand anders van de weg af. Dat is één. Dan ga je gewoon door rood. Dan ga je ook nog eens inhalen over een verdrijvingsvlak. Ik begrijp het ook wel, maar... En ik snap wat het spoed is. Ik weet, ik begrijp het allemaal. Normaal rijd ik nooit zo, hè. Het is gewoon dat zijn vader, hè. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat er iets met zijn vader gebeurt. En dan ga ik me verantwoordelijk voelen, weet je. Nee. Dan ga ik alsjeblieft mijn vader. Maar zoals je rijdt... Gedaan, ik zeg eerlijk. Nee, maar zoals je rijdt, is de kans heel groot dat er wat gebeurt met anderen. Ik weet. En dat is het niet waard. Ik weet het allemaal. Maar die jongen zit bijna te huilen in de auto. Mijn vader. Hij zegt alsjeblieft, rijd door. Weet je, op een gegeven moment zag dat jullie achter me aanzetten en dat jullie die stopteken geven. Maar hij zegt alsjeblieft, we zijn om de hoek. Hij zegt mijn vader. Ja, op een gegeven moment kan ik met mijn hand zeggen... Nee, dan laten we het stopteken laten we zitten. Maar je krijgt een bekeuring voor het rode licht. En je krijgt een bekeuring voor het verdrijvingsvlak. En we gaan je wel aanmelden voor een educatieve maatregel. En als je daar niet mee eens bent, krijgen we zelf straks acte Spiro. En dan kun je in beroep gaan en dan mag je het aan een officier van justitie gaan uitleggen. Je ambulance staat hier niet zomaar. Ik zeg niet dat je liegt. Ik weet dat, maar je doet gedragingen die wij als politie ook niet zomaar mogen doen. Iedere burger zou dit zelf doen, meneer. Ik weet, ik ben door rood gereden. Ik weet, ik ben verkeerd geweest. Ik had niet moeten planken. Ik had me gewoon aan de regel moeten houden. Maar die zit met jou. Nee, maar waar het om gaat, is... Eerst al bij de snelweg, achter ons, breng je andere mensen in gevaar. Je brengt andere mensen in gevaar als je door rood rijdt. Je brengt andere mensen in gevaar door die actie over het verdrijvingsvak. Ik weet, maar dat besef ik ook. Ik weet dat ik verkeerd ben geweest. Natuurlijk verdien ik een boete, maar je hoeft toch niet zo hard aan te pakken. Weet je, dan kun je wel gaan naar de rechter, dit en dat, en allemaal gaan aanvechten. Ja, maar ik mag dat niet. Ik mag niet zeggen van ik doe het niet. Maar je zit, kijk, als je echt een mens bent, je hebt ook gewoon een gevoel als iedereen. En normaal nadenkt, dan weet je gewoon wat ik dit allemaal heb gedaan. Ik doe het voor iemand die boven de 90 jaar is, die elk moment kan overlijden. Maar ja, als je maar gewoon die cursus en alles aan wilt smeren. Kijk, als je mijn boete wilt aangeven, dat begrijp ik wel. Oké, één boete, twee boetes, daar leer ik wel van. Die betaal ik wel. Maar dan ook nog zo'n cursus van 1000 euro of 1100 en nog drie boetes erbij. Dan kom je misschien op 3000 euro uit. En voor wat? Ik geef je geen drie boetes erbij. Ik geef je één keer rood licht. Ja, dat is al 300. Weet ik voor wat? 400. Plus nog een andere boete voor inhalen van rechts. En die cursus van 1100 euro. Ja, dat is bij elkaar met 2000 euro. En als je kijkt dan voor wat ik het heb gedaan, is het wel waard die 2000 euro. Tuurlijk, uiteindelijk ga ik die boete wel betalen. Moet wel. Maar ja, als je ziet gewoon... Als je normaal nadenkt, dat is... Je bent ook een mens, 200, je weet toch? 230 euro voor het rode licht. Ja. 230 voor het verdrijvingsvlak. Ja. En we melden je aan voor een cursus. En dat wil niet zeggen dat je hem krijgt, maar we melden je wel aan.
En als je het niet eens bent, dan kun je in beroep gaan bij de officier van justitie. Kijk, zeg eerlijk, ik ben ook, ik betaal die boetes, ik ben verkeerd geweest, dat geef ik allemaal toe. Nou, wat is dan het probleem? Ja, ik vind het alleen zonde dat je me zo hard aan moet pakken. Als je mij één boete geeft, daar leer ik ook wel van. Betaal ik ook wel. Twee boetes ook wel. Maar dan nog ook die cursus erbij. Je weet waarom ik dit allemaal heb gedaan. Dat heb ik niet zomaar gedaan. Dat plank en ik zeg niet zomaar, je gaat me daar al die stopteken. Ja. Ik zeg niet zomaar, die jongen zeg maar alsjeblieft. Ik leg je het net uit, we kunnen het er nog 100.000 keer over hebben. Heb je nog vragen? Nee, oké. De bestuurder krijgt twee bekeuringen die hem bijna €500 zullen kosten. Het CBR zal bepalen of hij ook de educatieve maatregel rijgedragcursus moet volgen.